Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij bereidt zich voor op Wereldvoedseldag op woensdag 16 oktober. In dit kader en in verband met Dag der Agrariërs op 8 oktober, jongstleden, heeft het ministerie op maandag 14 oktober samen met de departementen van Volksgezondheid en Openbare Werken, Transport en Communicatie broodvruchtplantjes geplant op het terrein van de Stichting Ontspanningsoord voor gehandicapte kinderen. We zijn hier nu op het terrein van SOGK. Zojuist hebben minister Permisser van LVV, minister Elias van Volksgezondheid en ook vanuit het ministerie van Onderwijs hebben we hier symbolisch hier, broodvruchtplantjes in de grond gezet. Ook een symbolische overdracht van een landbouwpakket inhouden de zaden en kunstmest. En dit activiteit is onderdeel van onze Week van Agrariër. We zijn gestart op Dag der Agrariër, 8 oktober. En we sluiten af op 16 oktober, Wereldvoedseldag. Woensdag 16 oktober 16 zal het Wereldvoedseldag zijn. En natuurlijk moet het komen van het onderwijs. Omdat wij daar met onze jeugd te maken hebben. Die van kleins af aan geleerd moet worden hoe om te gaan met voedsel. In het kader van Wereldvoedseldag wilden we niet één dag hebben. Vroeps is de activiteit geweest en vroeps is het voorbij gegaan. Mede dankzij de staf op LVV, maar ook de betrokken organisaties, hebben we een mooi programma opgezet. U hebt gezien de afgelopen dagen, we gaan door een hele week van activiteiten in het kader van Wereldvoedseldag, waarbij we vele aspecten proberen te belichten. We voelen ons bijzonder vereerd dat drie ministeries hier mochten zijn, aanwezig zijn vandaag bij het planten van drie brede bongs. En het is een goed teken in verband met 16 oktober Wereldvoedseldag. En je weet, er is nog altijd hongersnood in de wereld. En net als wat de minister eerder aangaf, in Suriname hoeven we geen honger te lijden. We hebben alleen een stukje grond nodig. Het is een goede locatie die u hebt gekozen, collega. Waarom een goede locatie? Net in een tête-à-tête sprak ik met de heer Cameron Roever. Jaren geleden, toen hij hier moest opstarten, had SOGK eigenlijk waren het vergeten mensen, gehandicapten. Vandaag aan de dag praten we over mensen met een beperking. Die van alles kunnen, ook kunnen planten. Wij zijn meer met curatieve gezondheidszorg bezig. En dat zijn ziekenhuizen. En je moet eigenlijk meer preventieve gezondheidszorg hebben. En dan zegt u, wat heeft een boomplanten daarmee te maken? Dat heeft er veel mee te maken. Want je gaat gezond eten. U weet niet wat we allemaal naar ons binnenwerken met alle geconserveerde middelen. Daar is meneer Benda nu echt dat we niet alleen dit branden, maar ook een echte moestuin hier aanleggen. Met bananen, met cassava, noemt u maar op. We gaan even alles inventariseren en kijken hoe wij vanuit LVV nu onze voorlichtersteam en deskundigen gaan inzetten om ook op hun arealen dan landbouwprojecten uit te voeren. Of het een moestuintje is, of een schooltuin, of het opzetten van een plantenkas. Dus dat allemaal gaan wij verder uitvoeren. We hebben altijd goede ondersteuning gehad van LVV. En het gaat niet alleen om het financiële altijd, als men hoort stichtingen, maar ook om die technische ondersteuning. En wij zijn van plan dat uit te breiden, doordat zij ons trainingen gaan geven, zodat wij dit soort handelingen continueren. Dankzij meneer Cameron en zijn project wat hij hier allemaal heeft kunnen bewerkstelligen, zien wij dat deze kinderen de nodige aandacht krijgen die ze verdienen. Dus een applaus aan u, meneer Cameron.